Welkom, dames en heren, en thuis bij de GTA-show. Vandaag sneeuwt het. Wow, wat vet. Alles is zo wit. En nee, dat is niet racistisch bedoeld. Heb je ooit zwarte sneeuw gezien? Nee. En we kunnen dus met sneeuwballen gaan smijten. Hey, doe eens niet. Kut, mijn ballen zijn op. Oh, fuck. Ik word achterna gezeten. Laten we beginnen met de video. Godverdomme, waarom lukt het niet? Kutauto's. Nou, die man is wel heel driftig, zeg. Sneeuwballen in je bakkes! Hey meneer, er zit iets op je gezicht. Ha, mijn neus zeker. Nee. Sneeuwbal! Meneer de sneeuwman, kom naar buiten. Ja, maar ik kan niet lopen. Waar we willen is in zijn weg, meneer de sneeuwman. Ja, maar ik kan nog steeds niet lopen, hè. Stel je nou eens niet zo aan, meneer de sneeuwman. Ja, maar fuck jou. Ja, maar nee. Pak aan. Kom nou bij jou, klootzak. Ah, jongen, de roze bal, joh. Wow, overal cocaïne. Ik rol van een berg cocaïne. Wow. En dan is het nu tijd voor de beste wensen. Hallo, ik ben je moeder en... Dat is niet waar! Hey, doe eens normaal! Sneeuwbal in je bakkes! Hi, ik ben een hoer en ik wil iets... Sneeuwbal in je bakkes! Ja, dat soort ballen heb je nog nooit in je gezicht gehad, hè? En ik wil graag iedereen fijne feestdagen wensen. Maar jou niet! Sneeuwbal in je bakkes! Haha, sukkel! Haha, later! Bedankt voor al jullie slechte foto's deze keer, want het onderwerp was maak een slechte foto. Maar toch kreeg ik een hele hoop supergoeie foto's binnen, dus dankjewel. Je ziet ze allemaal hier in beeld en nu gaan we de top 5 doen. Nummer 5 is eigenlijk de beste van de 5. Van Robin, supermooi gemaakt. Nummer 4 is van Jasper, ja dat is gewoon echt een slechte foto, holy shit. Nummer 3 is van Quincy, dit is de pis van Trevor. Nummer 2 van J-Games, dit is gewoon een fucking muur. Prachtig, maar niet de winnaar, want de winnaar is Danny met deze gefrikte... Vreemde foto van asfalt. Super slecht. Heerlijk. Ik hou contact via de mail. Even een korte mededeling voor volgende week. Volgende week is er geen GTA-show, omdat ik jarig ben. Dus in plaats daarvan komt er een kutte in GTA op zondag. Eenmalig in plaats van de GTA-show. Daarna gaan we gewoon weer lekker verder. Dus, de Snapmatic contest voor over 2 weken is... Hoe vier je je verjaardag in GTA? Ik ben benieuwd, dames en heren. Je hebt een weekje extra. Succes. Maak de foto. Sla hem op in je galerij. Upload hem vanuit je galerij naar de Rockstar Social Club. Log in op je social club, ga naar de Snapmatic pagina, ga naar jouw foto's, kopieer de link van je foto en stuur hem op naar gppgiveaway@gmail.com. Zet ook in de beschrijving. Maar als je nou geen e-mail hebt... Sneeuwbal in je bakkes! Eventueel kan je in je mail nog wat vertellen over je foto en je bent klaar. De winnaar wordt in de volgende aflevering bekendgemaakt en hij of zij wint 2 gesigneerde kaartjes en een GPP sticker. Ja, mensen zijn we weer aangekomen hè, bij die mop van de week. En jij bent natuurlijk heel benieuwd wat de mop van de week is. Zal ik hem nou gewoon gaan vertellen? Ja, lijkt me een goed idee. Hoe komt een konijn uit de sneeuw? Wit! Ah, wit, omdat hij uit de sneeuw komt. Tenzij dat hij al wit was, maar fuck it! Ah, maar vergeet het hem ook tot de volgende keer. Doei!